Peter? Nou, dat Sols bier op drinken vind ik niet leuk. Dat denk ik aan zelf. Maar ik wil er graag aan toevoegen. Olympische Spelen en grote sportevenementen zoals dat, zoals het wereldkampioenschap en zo, die zijn er om goede reclame te maken. Daar zijn ze in principe niet voor, maar dat is een mooi middel. En ook om sceptici uit de wereld te helpen. Zuid-Afrika, WK 2010, iedereen zei van ja, al die journalisten worden doodgeschoten. Het gaat nooit lukken, dat op één grote kamp. Maar Zuid-Afrika heeft zich bewezen als een goed land om dat soort dingen te organiseren. Weet je waar ik het druk op maak? Je had het heel mooi op verbeterde infrastructuur, top. Meer hotels, goed. Maar wat doen we als de Olympische Spelen weer weg zijn? We zitten hier bomvol hotels. Er komen niet zoveel toeristen als bij de Olympische Spelen naar Noord-Brabant kwamen. En wat doen we dan? Ze staan allemaal leeg, kost veel geld. Door? Ja, Jackie. Je doet hier inderdaad een belangrijk nadeel. Maar toch ben ik ervoor dat Brabant de Olympische Spelen gaat organiseren. De voorstanders geven namelijk allemaal een prachtig voorbeeld.